Een grote berg met stroobalen naast een bollenschuur in Hillegom is gisteravond afgebrand. Naast de brand zat de eigenaresse van de bollenkwekerij, mevrouw Heemskerk. Mevrouw Heemskerk, het was even schrikken zeker? Nou, het was zeker even schrikken. Ik zag ineens, ik hoorde iemand toeteren en ik zag rook en ik zag brand, een hele grote oranje gloed. En ik zeg tegen mijn zoon, rennen, ga je vader roepen. En nou ja, ik ren naar buiten en ik denk dat het binnen een half minuut een hele grote stroop in de fik stond. Het is een stroobaal naast de schuur. Is er verder aan het gebouw niks in de fik gegaan? Nu nog niet. En ik verwacht ook dat het niet meer gebeurt. Maar ik toen in het begin zag van hele grote stukken gaan. Ja, ik denk, oh, er zit van die dakbedekking op wat gewoon van dat plasticachtig iets. Ik denk, als dat in de fik gaat, nou dan is binnen nood aan de hele schuur weg. Het blussen wordt bemoeilijkt omdat het water van een paar honderd meter afstand moet worden aangevoerd. De brandweer van Hillegom krijgt assistentie van collega's uit Lisse en andere buurgemeentes. Hier dicht in de buurt is geen water, dus ze moesten het uit de Leidse Vaart vandaan halen. Dat zie je zo'n 200 meter vandaan, dus er moesten redelijk wat slangen gerold worden. Hebt u assistentie gekregen van andere korpsen? Ja, Lisse en Rijnsburg die zijn hier ook. Rijnsburg is hier met een dompelpompunit. Die kunnen wat meer water per minuut deze kant op brengen. Omstanders zeggen dat de brand aan de Eerste Loosterweg mogelijk is aangestoken door twee jongens die eerder op het terrein zijn gezien. Nou ja, er zijn dus twee jongens gesignaleerd. En die zijn gezien door mijn zwager. En daar zeiden ze tegen, je moet 112 bellen. Die staat dan nog te kijken van 112 bellen. En sinds ziet hij ook die brand. En er stonden hier drie dames uit het dorp. Die kwamen tegelijkertijd net voorbij gereden. En die hebben ook de jongens aangesproken. En die zeiden dat ze op de fiets waren. En ze gingen lopend de andere kant op. Dus het is wel lichtelijk verdacht, maar ik ben er zelf nog achteraan gereced met mijn auto. Want ik ging net mijn auto. Ik denk, nou laat ik in ieder geval mijn auto maar aan de andere kant van de weg zetten. Misschien helpt dat nog. Dus ik ben er achteraan gereden met groot licht. Nou, ik heb ze ook nergens gezien. Via Burgernet wordt opgeroepen om naar ze uit te kijken.